vooral koud. Noah, Michiel voor zich, hoog, maar kort en veel effect en toch prachtig aangenomen. Celine Dept doet dit! Ik heb nog nooit een vrouw zo mooi zien scoren. Wat een goal van die Belgische. En wat een blijdschap zo met elkaar voor haar. Voor dit werelddoelpunt. 4-1 voor blauw. Dankzij die Dekselse vrouw uit België. Noah kansloos op dit bekeken schot. Noah door de knieën. En ook prachtig. Iedereen gunt het de sympathieke Belgische. Maar echt, wat een goal! Hey, wat een goal! Als ze nou geen profvoetbal wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ook Randy komt ervoor uit zijn goal. Aan de andere kant, Noah kon er niks aan doen. Vervolgens een zoen van vriend Michiel die ze overtreft met een nog schonere goal. 20 meter of zo, denk ik. Ja, echt. Ja, echt van 20 meter. En zelfs de scheidsrechter vraagt haar handtekening na deze unieke goal. Oh, dit wordt weer een 4-3-3'tje. Oh mijn god. En deze reactie van de tegenstanders. Normaal klap ik niet vaak voor een goal van tegenstanders. Denk van ja, ga weg. Maar nu had ik wel even applaus. Ik zag jullie allebei staan. Ja, ja. Celine schoot en ze stonden allebei. Ja, ja. Helemaal niet, joh. Maar hij duurde lang, hè? Hij duurde lang. Ja, het was net slow motion. Ja, jij bedankt voor de assist. Deze assist. Ja, dat vind ik, daar zou ik er nog niet eens over nagedacht. Jongens, ik heb eigenlijk gewoon de meest geweldige assist aller tijden gegeven. En wel deze. Iedereen dacht, ah, slechte uittrap. Zo over nagedacht, mensen. En laten we de rol van Michiel niet vergeten. Ja, ik stond wel zo voor Noah een beetje zo te doen, dus ik was Noah aan het afleiden. Maar plots vertrok die bal en Celine doet daar een aanname. Deze geweldige aanname. We dachten even dat Ronaldinho was, maar het was echt wel Celine. Dan trapt ze, we dachten opnieuw het is Ronaldinho en iedereen keek en het was Celine. Nog één keertje dan. Half uur gespeeld nu. Een tijdstitel is te duur voor ons. Ilse, Celine en topscorer, want haar derde in 6 duels. Goeie bal van Ilse. En ze geeft de credits hiervoor heel sociaal weg. En de Celine, die was niet eenmalig. Prima afgerond. En dan hebben we vervolgens een probleem wanneer onze fotograaf naar Celine kijkt en niet naar onze camera 2. Het feest is er niet minder groot om. Oh! Wat kan zij voetballen en verdedigen? En wat kan hij ook ballen? Is een man kwijt. Daar komt de tweede, daar is de derde, daar is de vierde, daar is die zelf. Gaat hij scoren, Michiel? Nee, hij gunt het aan! Zijn Celine, het is 2-2. Wat een heerlijke goal is dit, zeg. Een koppelgoal. Het Belgische paard doet het. Wereldactie. Ja, lekker hoor. Heerlijk. Mooi, mooi. Zo hé. Oh, ja, hij pakte de bal af. Ja, maar met de schoenen ook. Oh, maar dat is goed. Als er maar een beetje bal bij zit. Telt hij wel? Dat is de vraag. Oh ja. Oh, wat? Wat? Ja. Mooi. Ga je kijken? Ja. Ja, er was nog een speler hier die had zijn veters niet gestrekt. Die zei mijn schoenen gingen uit. Dus, maar... Nee. Woensdag moeten jullie bowlen. Daar wordt ook naar gekeken. Hier claimt een overtreding. Maar waar? We gaan het horen. Was dat rechtstreeks in de aanval? Het is niet te zien. Althans, ik zie het niet. Jullie? Oh, ja, hij pakte de bal af. Hij pakte de bal af. Oh, maar dat is goed. Wat zeggen ze? Ik heb nog niets gehoord. Ik bevestig het doelpunt nummer 32. Ja, hij heeft het doelpunt dus bevestigd. Ja, ja, sorry. Ik kan het niet mooier maken. Ja, hij heeft het doelpunt dus bevestigd. Ja, sorry. Gelukkig, hij blijft staan. Dat heerlijke doelpunt van Celine. Het is 2-2. Denise, goed. Op de snelle Anne. Anne. Opzij, dat is prima. Celine, weer raak. 2-0. 0-2. Haar tweede creators goal. En let dan op hoe ze dat viert. En waarom zo? Gisteren zat ik met Michiel in de zetel en we dachten ik moet een vreugdedansje hebben. En toen was ik alles aan het oefenen en plots kwam ik op deze. Vond ik wel leuk. En wat is het? Het is de Celine move. Vergeet de dep, doe allemaal de Celine. Let's go! In een zetel de creators. 2-0 en een toegift. Een echt teamdoelpunt was dit. Assist Anne, voorassist Denise. Nadien. Speelde geweldig. Fantastische bal met precies de goede snelheid op Gazelle Celine en 0-9 Hattrick Celine. En zo ziet haar derde eruit. Ze is nu topscorer van de Creators vrouwen met 4 goals. En zou je nog een keer de Celine willen doen? Zeker! Let's go! Let's go! Op naar de 10! 10, 10! Misschien. Voetbal graag, dus hoe meer hoe beter. Michiel, geef mee. Goed gedraaid. Celine, gaat schieten! En die passeert daar. Wajo, wat een bal. Gewoon een betaald voetbalkeeper. En maakt haar tweede als enige vrouw tussen al die mannen. Wat kan die voetballen? En dan zeggen ze, joh, doe die Su ook, joh. En ze doet het. En het wordt gewaardeerd. Let's go! Heerlijk dit. Prachtig doelpunt hoor. Gewoon strak. En wie neemt de eerste? Dat is Celine. En dat doet ze voortreffelijk. Ze heeft een hele vaste trap. Handen kunnen de lucht in. De Creators 1-0 voor. Vanuit de lucht ziet dat er zo uit. En ook op de camera van achter het doel gaat hij erin. Kijk, die staart is wapperen. Zo dus. En wat kan hij nog voetballen? En daar is hij weer. Joris, ja, alsof ze er niet staan. Gaat hij ze voorbij. Gras eten is het daar. Joris, Akamist met gelijk het doelpunt. Nee, die keeper met zijn vuist. Oh, maar dan komt Celine. Ja! Goal, 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 goal. Celine Dept. De op één na grootste YouTuber van de wereld. De spits. Nice. Hier onze infield cameraman. Wat lekker, zo vroeg scoren. Prima gedaan. Ja, inderdaad. Dat was, gelukkig was die binnen. Yes, go! En of die binnen was. Dat komt en dan denk ik altijd, kom maar rustig, binnen. En ja. Mooi. Lin wordt daar van achter gepakt. Ja, maar wie gaat de strafschop dan nemen? Wat een moment is dit zeg. Ze kijken elkaar aan en dit is Celine die het aandurft. Historisch moment, sowieso. Eerste strafschop, dit doet de keepster. Daar komt de aanloop, het eerste doelpunt. Ja! Ja, 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 ja. Ze doet het. Ze doen het. Ze scoren en ze vieren. Wat heerlijk. Wat doet ze dat ongelooflijk cool en zuiver. Celine Dept is de naam. Creators FC is het team. 1 doelpunt. En wat voor eentje. Zie hem er maar eens met die druk zo zuiver in te schieten. En Celine gaat dan niet naar haar vriend, maar coach Roy om het te vieren. Alles kan. Alles kan, ook dit vuistje daarna naar haar man. Nog een keer, vanwege de historische waarde. In slow motion vanuit deze hoek. Het doelpunt pal naast het Volendamstadion. Anne, sneller dan haar tegenstandster en ook dan haar teamgenoten. Zelf, ja zeker, zelf, Anne. En dan Celine en 1-5. Wat een prima goal zegt de 5e van topscorer Celine. Ja, ik heb eigenlijk het tegendoelpunt goed gemaakt, toch? Met dank, speciale dank aan die fantastische flankflitser Anne. Thanks. Goed bezig iedereen. Nu is het tegendoelpunt wel weggewerkt. En wel zo, als een echte spits. Met links. Ja, laat het weten in de reacties. Waar in België moeten we spelen? Gent, Antwerpen, Brussel. Gent is beter, want ik heb de fiets. Gent, ja. Oh ja, dan kom ik met de fiets. Deal.